Zeker. Je bent in 1932 geboren, ja. Op deze plek. Ja, hier op dit steen. Ja. Op steen waar ooit die pa en die moe ook met? Die moe ook met in de... De, ja, deze gebeurde koffie en zo, hè, ja. In smederij. Die was onderdeel van het bedrijf. Ja. En het bedrijf is ontstaan vanaf 1925, waar hij weer Pekelder. Het was van Pekelder dus. Ja. Pa had er in 1925 overnam. Het was eerst al gewoon boerensmidswerk. Ja. Houtenleggen, plauwgiezen, schapen, nou ja, boerenwogens maken. Ja. Landbouwwerktuigen herstellen en ook verkoop. En vooral peren besloten erover. Ja. Want er was, als het in de rekenachtige dag was, dan stond smederij hier mogen gaan. Die stond vol met peren. En dan ging je achter de deur uit. En dan moest je door tussendeur. En we deurden dat maar nou. En dat waren van die dikke bellen. Ja. En de hallenstroot stond vol. Je stond centraal in Dirk natuurlijk. Ja. Met smederij. De boerensmidswerk. Ja? Ja. En later werden er ook melkmachines bouwd. En, ja. En zo ging de ontwikkeling al verder. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je een smederij hebt, ik heb er ook wel eens naar binnen gekeken. Ik denk, wat een band, dat maken ze wel eens oprond. Ja. Dat hoefsmet, al ging dat in zijn werk. Achter die smederij, door bij die deuren, door was een, ja, een route. Een centrale plek? Ook ja, centrale plek? Door een peer inzet en, ja. Door, en ja, dan werd peer de poot optild en dan werd bekapt en bedoeld. En houwvissen werden niet vuur uitmokt en die werden op de poot braad en dat goud paas. En dan, ja, slaken dus van die houwnogel erin. Moest ze dan uit verkeerd slopen, dat ze uit in het leven slopen. Die haar poot zo tussen knijp. Doe deze zelf nou? Nee, ik heb nog geen peer besloten. Dat was nooit mijn vak. Ik had alleen wel dat een keer peer op lood vloog hier, van Meulen van de Woon. En die vloog zo weer baggerozen voor de troon in. Oh? Die ging op lopen. Ja, oh ja. De van die hond begon die meul te draaien. Ja. En dat schrok dat peert. Ja, het was een wier, dus het gaat naar beneden. En ging hier met noodgang naar beneden. Ja. En Wogen die bleef voor stouw staan. En voor zover ik wat is het, was er het loge rond en gewoon en stond maar achter de tuinbank bij baggerozen. Ja. Wel. Nou neem jij een derby in. Waar ben je kameraden? Klaas Raaks, die speelde hier in de buurt allemaal met een kanner. Ja. Soms was hij aan het, ja, die lanteerpolder op Houk in Bellestroot, dat was ons verlustvol. En we gingen kijkerbakken en hosken, joh. Dat was kijkerbakken, ja. Ja, dat was het in Stein en er kwam wat centen op en dan ging je. En we hebben kaarten over het spoor genomen. Kaarten met Stein, ja. Groeien. Ja. En we waren zomers dan. Zat je altijd niet zwembad, hè? Zwem, dat was. En je ging hier bij Duip, aan het trekpad, voor nou de camping is. Ja. Was je een vis. Ja. En als, wat je van, dan ging je met naar huis en dan maak ik een schoon en bakte ik dat en dan had het lekker op. Ja. En ja. Verder kameraden, ja, hier in Noord van mevrouw Kleemgang en Banner, daar stond twee van die rode heren hoezen hier, hè? Deze kant was zo klein gehad. Dus. En de Noors van de Braas. Nou, en door een van die jongens, toen was ik dikke kameraad. Waar loopt er een sigarenmagazijn? Ja, Hoek zijn sigarenwinkel. Ja. Was. Ja. Nou, wij u, de periode van de oorlog, wij u 7 jaar. Toen oorlog begon, was ik 7 maanden. Ook zo, dus wat dat betreft, qua jongens niet zeg maar, ja, dat je opgeruimd. Zat er nou ook vuilboor spanning in vanuit gezin en zo? Dat je zegt van nou, nee, het was toch voortdurend uitkieken? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik word nog best dat ze door, dus, als je dit, zei we de troon in, dan hangen er allemaal fluimersintjes. Ik kan nooit begrepen waarom dat was. Maar later ben ik gewoon wel die. Dus die hier zat, die zat door op het torentje. Ja. En die hield, die moesten, dat was luchtwacht. Ja. En die, dat waren dus ook die vlammetjes die ze door de appel hangen hadden. Dat ja. Was een model van wat van soort vliegtuig of er aankwam. En we hadden straal, en dat had praktisch genomen,
Omdat Duitsers de smederij vonden dat de eerste helft door zijn Duitsers, ja, door stond bordje op de deur van waffensmieden. Dus toen werd een wolkens hersteld. Ja, ja, precies. Ga je ook binnen om? Nee, niet dat ik word. Nee, dat kan het niet komen natuurlijk. Ja. Dat je ondertussen wel een adem, maar... Nee, nou, ik heb wel ooit een keer gehoord. Maar dan moest je naar toch gaan, of nooit? Nou, niet iedereen. En bepaalde, ja, bepaalde mensen hadden een bier. Nee, niet allemaal, lang niet allemaal. Nee. Wel. De types, hè, de Jan Praai. Ja. Zeker in Jan Praai. Van, ja, jong, zo heet ik niet. Jan de Wit. Ik weet nog wel dat een van die jongens hier van Kalken, die had de Klep. Klep. Prachtige naam. En zoals meer naam, als Koffie. Klaas Koffie. Koffie. De drie jongens, die ben allemaal in de zoek komen. Ja, ja. Hero was van Smederij. Ja, en van het Loogartenswaak. En Sipko was, die was het bouwroller. En die regelde ook van alles. Hè. Ik ben dus nog in mijn alles gehaald. Ja. En de moment dat ik er zijn worden. Ja. Dat was zwaar ooms in week op schaal, behalve de drie zonnen man. Maar dan moest je zwaar ooms in week op schaal. Nog staat. In staat. Dat was van traag vandaan, hurry op fiets naar huis. Moet ik het eten klaarstaan, gauw lag in keuken op stal. Gauw omgeluid met trein naar staat. Dan kwam je toe, dan moest je huiswerk maken. Ja. En volgende morgen om 7 uur zat je weer op fiets naar traag. Ja. In 60 herinneren wie was de nijbouw? Ja. Maar toen heb ik een halbaag, er was een halbe boerderij om de optouw. Er was nog geen stroom, hè? Nee. Dus toen heb ik een halbe werk uit aan. Al die boerderijen nog weer ze maar muiten en verder omtrekken. Dus toen was je directeur elektrisch in het bedrijf van pa? Ja, eerst was het landbouwsmederij. Maar ja. Dat verdween op duur allemaal. En toen waren die Potemelu in deur. Die ging Trooie Deur bouwen. Prio's Trooie Deur. Oh, dat was Trooie Deur? Dat was Trooie Deur. Oké. Okay. En dan moest Ise weggekomen. Geud Ise, Strabbelein. Ja. Nou, hoe kwam ze terecht? Die Smit. Ja. Pa, die was een van de eerste die centrale verwarming aanlegde. Het eerste wat een aanlegd is hier in de openbare schaal. Schaal. Ja. En in de huizen van de Ronde zit dat aanlegd. Ja. Dat waren de eerste met de telefoon. Paul ook. Ja, de nummer 65. Nummer 65? Ja. En van wanneer af aan had je telefoon? Ja, heb je een idee? Ik was als kojong dat een telefoon in gang had. Dus een draad. Een draad. En dan kreeg je het postkantoor en die zei wat nummer dat je hem moest. En de verbonden juffrouw Duidelzat. Ja. Die stak sterker in. Ja. Had je nog op Tjuske gezeten die rechter toes? Nee, kijk niet naar de rennen. Wie had dan een wc? Een waterclozet. Ja. Al vrouwtierig. Ja. En je pa stond bekend als oesveller, heb ik gelezen in een eerder interview. Hij maakt hooibroeipijlijzers. Die werd niet moot. Er zat zo'n speerpunt voor op. Ja. Er zat een thermometer in, van een stuk van een meter. En die ging door de verzekeringsmaatschappij. Maar die agenten daarvan, die gingen bij boeren langs. Ja. En die staken die ding. In de hooibul. Of dat nog 7 was. Maar die pa had toch op de top van het bedrijf toch personeel man of dadig? Ja, zoiets, ja. Ik heb nog een mooie rekening zo. Er werd ook niet jou betaald. Zo. Dat moest erin betalen. Ik denk dat deze is. Nou, dat is de, dat moet betalen, hier. 103 gulden en 8 cent als ik gehouden heb. Van halve jaar weer dat opschrijven. Ja. Ik hoorde wel dat die mensen daar kwamen en zaten in komen. Dan kwam ze recht met de hol en er kwam borrel op de hol. Ja. Je moest hem uit de stoep van doorgekocht en mijn rekening sturen.